zijn vandaag in Waalwijk. Hier doen we 96 woningen gevelonderhoud en na-isoleren met aerofil. We plaatsen hier ook flora-fauna voorzieningen. We hebben al eerder projecten voor Cassade gedaan, onder andere in Sprangkapelle en ook hier in Waalwijk. In Waalwijk hebben we alleen de kopgevels met aerofil nageïsoleerd. Hier pakken we de woningen voor en achter, maar ook de kopgevels. Het zijn eigenlijk allemaal dezelfde type woningen. Waar we hier tegenaan zijn gelopen is dat er extreem veel spouwmuurvervuiling in zit. Het hele maaiveld en boven alle kozijnen hebben we de gevel moeten openhalen om spouwen leeg te halen. Gevels uitgehakt en opnieuw gevoegd en zijn we nu aan het na-isoleren met aerofil. De gevels waren erg slecht. Borstweringen die compleet losstaan, kopgevels die los hebben gestaan. Schoorstenen die we hebben meegenomen, feitelijk alleen op de kopgevels, omdat later in de tijd de woningen nog een keer groter onderhoud gaan krijgen. Dat zal over een paar jaar zo zijn. Dus je ziet hier ook in de kopgevel, maar ook in de voor- en achtergevels, dat we naar schatting iets van 150 voorzieningen hebben gemaakt voor de flora en fauna. Waaronder de huismus, gierzwaluw, vleermuizen, enkele kasten, gekoppelde kasten. Voor nu heeft de Cassade besloten om alle woningen in ieder geval de spouw optimaal te isoleren. Wat we dus doen met aerofil, ja, eigenlijk gaat het best goed. Nou, hierachter zijn we bezig met het inblazen van de aerofil. Peter en Stefan is hier de vaste ploeg. Die hebben fase 1 en zijn nu met fase 2 bezig. En wat je hier ook ziet in de straat, dat we eigenlijk en de stijgerbouwer is bezig. Die doet ook nog een stukje gevelreiniging. Aannemer is bezig met uithakken, spouwmuurvervuiling, scheurherstel. We hebben dan nog te maken met bewoners die natuurlijk een stukje overlast ervaren. Maar eigenlijk lossen we dat onderling en met z'n allen allemaal op, zodat eigenlijk iedereen zijn werk kan doen en de bewoners tevreden zijn. Ja, dat kost energie, maar dat maakt een project ook wel heel leuk, omdat je er heel veel voldoening van krijgt. Ik persoonlijk vind een project hoe chaotischer, hoe leuker. Omdat je dan iedere keer kunt inspelen op veranderende omstandigheden. Eigenlijk wat als rode draad steeds naar voren komt, is dat je dingen samen moet doen. Ik ben natuurlijk voornamelijk verantwoordelijk voor de uitvoer. In het voortraject krijg ik natuurlijk heel veel ondersteuning vanuit Takkenkamp, bijvoorbeeld Marcel van Haren, die klanten heel goed kan informeren over de voor- en nadelen en de werkwijze om huizen na te isoleren. Ik heb binnen natuurlijk ook ondersteuning van een stukje werkvoorbereiding. De teamleider die werkt mee. Als je met z'n allen een beetje aanvliegt en zorgt voor een goede sfeer, dan kun je dit soort projecten echt heel leuk maken en tot een goed einde brengen.